Alleen de bot eind. Oké, okay, de axe doet meer damage, jongens. De axe doet meer damage. Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag zit ik op Frusky Factions en ga ik, ja, zoals de titel al zegt, één leven en één inventory. Dus ja, ik moet het met deze spullen doen die ik hier heb. Van elke potion 2 en 15 gapples, normaal zwaardje. Ja, gewoon prot 4 en breaking 3. Dus ja, drop zeker een like als je zin hebt in deze video. Abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent. Er staat ook een giveaway in de beschrijving. Dus ja, veel kijkplezier met deze video. Let's go. Oké, daar zit iemand in mijn base. Ik zag hem dat hij injumpte. Alright. Ik hoop niet dat er iemand gaat bijjumpen of zo. Hoe de fuck komt diegene daar? Die is, was die invis. Girl, man. Oké, jongens, we gaan deze proberen uit te ganken. Oké, ik ga nu alvast gappen. Oké, moet goed komen dit, jongens. Oké, doorgappen. Oké, nog een keer. Fuck. Chill, dude. En ik heb weer fucking mensen in mijn base. Shit, jongens. Ben jij dat? Ik heb nu gewoon 3 mensen in mijn base. Als die key off. Slash shop, kan dat? Oké, okay, nice. Sign nodig. Elevator down. Hij wil me gewoon aanvallen, what the fuck? Oh, hun vallen elkaar. Defection. 1 hour later. Eigenlijk wil ik deze base wel gaan rushen. Kom op, land. Land! Holy shit. Oh, what the fuck. Bijna in de bedroom. Oké, okay, jongens, let's go. Even fire resi pakken. Zo. En ik word ook nog eens gechased. Oh mijn god. En ik heb ook nog eens mensen in mijn fucking base zitten. What the fuck. Oké. Ik heb even snel een axe nodig. Jongens, sorry dat ik het doe, maar ik doe dit. Zo. Dus ik kan hier niet meer weg. Oké. Okay, van mij mag je erin purlen. Of gaan ze pushy bouwen? Oké. Okay. Alleen de bot eind. Oké, okay, de axe doet meer damage, jongens. De axe doet meer damage. Hop.
Hoppa, de hex doet meer damage, boys. Oké, lekker. We hebben eentje gedropt. En daar is nog iemand. Vaak. Oké, jongens, we hebben nu wel wat meer shit. Komt er nog eentje, mijn rusje. Oké, jongens, ze doen pushy. Dus dan moet ik ook pushy doen. Ja, kom op. Hoppa, jongens. Oké, we hebben er eentje in. Jongens, onthouden. X doet meer damage. Meer damage, kom op. Hoppa, dit doet zieke damage op hem. Oké, nu ga ik gappen. Gewoon butterfly klikken ga ik. Oké, als hij me dropt, hè. Holy shit, wat een loot heeft hij dan. Oké. Ik blijf gewoon even doorchuggen. Totdat ik redelijk wat HP er weer bij heb. Zo. Oké, nog een keer gappen. Holy shit. Dit is spannend, boys. Oké. Weer gappen. Moet niet verliezen. Weer gappen. En weer gappen. Dit is gewoon traden qua gaps, dit is niet anders. Oké, weer gappen. Oeh, daar was ik low. Moet nog een keer gappen. En nog een keer. Oké, nog een keer gappen. Ik moet gewoon al mijn gaps chuggen. Volgens mij was dat zijn laatste, leek het wel. Ga nog een keer. En nog een keer. Hij gappelt niet. En ik heb hem outplayed. Nice. Holy shit. Good fight. Holy shit, wat veel gear hebben we hier. Oké. Slash AC. Oké, slash shop. Good Betty. Inderdaad, jongens. Die Betty is echt overpowered. Alright. Zo. Oké. Even kijken. Hij had ook een fire sword. Holy shit. En wat had hij nog meer? Oké, dit is volgens mij gewoon de goede shit. Die fire sword leg ik dan even hierin. Die axe is echt overpowered. Ja, 5 gapples heb ik nog over. Dus ja, dit is gewoon de loot. Even kijken. Zo. En zo. Nou, we hebben sowieso een mooie winst gemaakt hier. Dus ja, fix all kan wel. Dus ja, laten we verder gaan. Oké, mensen, dit was dus de video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te droppen. Jullie denken vast, je bent nog niet eens dood gegaan. Klopt, ik heb dat niet gerecord. Dat was tegen Droptimaal, heette die. Droptimaal. En toen raakte ik mijn ex kwijt, maar die heeft die ook weer teruggedonate. Die staat nu weer hier in mijn ender chest. Dus ik had hem gewoon bijna gekilled. Alleen, ik klikte op mijn side en ik viel gewoon dood. Heel vervelend was dat, maar ja. It is what it is. Helaas niet gerecord, maar dat is wel de video voor vandaag. Ook nog een shout-out naar Selina voor deze spullen die ze heeft gedoneerd. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.